Hallo iedereen, welkom bij de paddock. De grote prijs van Oostenrijk heeft qua zegen geen verrassing opgeleverd. Max Verstappen die heeft opnieuw een overwinning gehaald, zijn zevende al van het seizoen, zijn vijfde opeenvolgende. Wat dat betreft was het dus niet spannend, maar we hebben wel veel om over na te praten. En dat gaan we zoals altijd hier in de paddock doen met Sam de Jonge. Dag Sam. Ben je al een beetje bekomen van jouw 24 uur in spa? Nog niet helemaal. Ik heb me niet, he, nog niet alles slap kunnen inhalen. Dat zal de rest van de week ja, hopelijk wel lukken. Maar uh, ja, het is een, uh, een, een uitdagende race. Echt een, een oorlog van begin tot eind. Ja. Dus uh, ik voel het. En dan een uitdaging om ook nog de Formule 1 in te halen ondertussen? Ja, dat is uh, mijn excuses al. Ik, ik ga misschien niet zo gedetailleerd uh, feedback kunnen geven. Ik heb er iemand voor meegebracht, dus dat is goed om dat op te lossen. Wie heb je meegebracht? Um, ja, iemand die enerzijds ook de V2 Spa goed kent uh, en ingenieur is geweest in tien edities, uh, ja. heb ik daarnet gehoord. Uh, en bij jullie heeft gezeten aan het weekend, dus uh, mm -hmm. het is een beetje zo uh, met een backup. Uh, ik ben de sidekick van u en hij is de sidekick van mij, dus uh, welkom uh, Massimo. Dank u. Dag Massimo, heb jij genoten van het Formule 1 weekend? Ja, zeker. En uh, zoals iedereen het gezien heeft, de sprintrace was, was iets leuks. Ja. Dus uh, toch wel iets positiefs over iets dat altijd uh, negatief uh, gesproken is geweest. Ja. <laughs> door Geert Vermeersch, vooral. Ja. <laughs> en, en door tal van andere Laten ja, ja. hardcore fans. Ja, 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 maar het was dat inderdaad klopt wel, wel, uh, wel een moeite. Uh, hier staat iets, we gaan dat moeten benoemen. Sam, proficiat, want je hebt een, een beker gewonnen, vertel eens. Dank je, dank je. Voor de mensen thuis die het uh, beluisteren. Hier staat een grote, gigantische zilveren beker van de 24e ja. van Spa. Ja, en ik heb hem wat dichter bij u gezet, zodat jij ook eens bij een beker kunt uh, <laughs> ja, staan. <laughs> <een stukje. laughs> alsjeblieft. Dank u nee, wel, nee. Um, Ja, het is. Het is uh, het is voor ons op zich wel heel goed gegaan. Hè. We zijn tweede geworden in de, in de Silver Cup mm -hmm. uh, en het is een Silver Cup voor de mensen die kijken. Yeah. Um, dus ja, na 24 uur racen, wij staan, we stonden aan de leiding van dat kampioenschap uh, na twee races, na een dat we hadden gewonnen en Paul Ricard derde zijn geworden. Maar het was de eerste keer 24 uur aan Spa. Uh, voor komt racing voor ons team, uh, mm -hmm. met drie wagens aan de start, uh, één in pro. Die door Audi eigenlijk uh, gemanaged werd. Uh, met Frederik Vervigie en Gilles Magnus op. Ja. Uh, en Christopher Hazen. En uh, één auto in de Gold Cup en één in de Silver Cup. En, en dat waren wij. Um, dus uh, ja, gewoon een heel goede week gaat. Uh, in Superpool gekomen. Dus dat is de top 20. Ja. Wat eigenlijk al niet echt de verwachting was. Door de weersomstandigheden ook een ja, beetje. Hè? Ja, nee, nee absoluut. Ja. Allee, ik bedoel, denk puur op snelheid zou dat een top 20 moeten zijn die gevuld is door pro-wagens en goldwagens. Ja. Um, dus dat was niet de verwachting. Maar als je met vier rijdt, dan zijn er vier kwalificatieonderdelen. Uh -huh. uh, en de meeste pro line ups of allemaal, rijden met drie. Ja. Uh, dus die mochten eigenlijk pas van Q2 starten tot, Q4, hè, tot en met Q4. Maar het was inderdaad in Q1 droog. En daarna begon het te regenen. Dus, en we wisten dat het de enige kans was voor ons om in die superpool te geraken. Ja. Dat is dan bijna nog mislukt. Door mij. ben aan het randje gelaten uh, ja. na, na, na uh, Q1. Ik, um, ik zat heel goed in mijn vel en er, was heel, er is eigenlijk heel weinig trainingen ja. voor ja. de kwalificaties. Dat is ongelooflijk. Je amper. Er zijn heel veel media duties en die paraden in Spanje. Er is zelfs training na de kwalificaties, dacht ik. Ja, er is dan een, ja, ja. Het, inderdaad een night practice en dan nog een. Na de superpon nog een warm-up. Ja, ja. Dus dat is een, beetje, hè, dat is een beetje raar gestructureerd. Maar je rijdt heel weinig. Dus ik wist wel mentaal dat ik mijn eigen moest switchen naar die, dat één rondje zitten op, op die slick uh, band. En die eerste ronde geeft dat zoveel grip dat kun je niet geloven. En, maar je moet in, in je hoofd tegen die stap maken van het te gebruiken. En ik heb mezelf op dat niveau gekregen. Ik had een paar eerste sector, dat betekent rapste eerste sector. Ja. Uh, en ik voelde mij echt goed. En in. Ja, halverwege ben al tegen het einde van de tweede sector kwam ik drie auto's tegen um, in de Pro Am line-up, dus gentleman drivers. Ja. En ik had eigenlijk voor mezelf een redelijke gap gecreëerd uh, voor die ronde. En ik heb vier en ingehaald seconde naar hun toe. Ja. Uh, dat ik nooit verwacht had. Normaal gezien in GT3 zo'n gat natuurlijk nooit dichten op een ronde. En dat was wel het geval. En ik heb toen eigenlijk mijn gast gelost uh, voor Blanchimont ja. Dus voor een van de laatste bochten. En gezegd, ik ga dat in de tweede ronde doen. Want dan is die band misschien iets minder goed. Ja. In die tweede ronde was de rode vlag. Ja. Dus ik heb een, een 2,25 gereden, terwijl ik een 2,18,5 ging rijden. Uh, dus ja, dat was enerzijds een les voor mij. Uh, maakt altijd weer ronden af. Ja. Uh, zelfs als je misschien een ja. plan hebt. Uh, zeker weten dat de regen misschien kwam. Het uh, was gewoon ergens een communicatiefout. En voor mij, ik zeg het, een les. Uh, maar ik was wel heel blij met de pace. Dus uh, ja. uiteindelijk zijn we nog ingerakt. Ja, ik heb, ik heb dat ook gevolgd trouwens, maar hoeveel wagens waren er in de zeventig? Of... In de 70 ja. Ja, ja dan, dan wordt het druk uh, op... Op de op piste, wel, ja. En, ja, ik de, uh, denk... In ja. GT World, jij weet dat ook, dus is altijd. dat misschien het moeilijkste wat er is. Ja. 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 Daar, daar echt een gap vinden om een, om een snelle rondje te gaan doen, ja, dat is uh, nog meer kans om euromiljoen te winnen bijna. Dus, uh, <laughs> maar ik vind het dan wel hey, van hem terecht dat hij dan zegt van ik had toch wel moeten pushen tot op het einde. Ja. Want eigenlijk, zowel het team als de piloot, die weten, er zijn al zoveel rode vlaggen geweest ja. tijdens al die sessies. Mm -hmm. Full course yellow, noem maar op, al die incidenten. En dan toch nog, sorry dat ik het zo zeg, zo dom zijn om nieuwe ronden af te wekken. <laughs> ja, dat vind ik... Dat, ja, maar dat is... Ja, allee, de moeilijkheid was... Um, allee, het is een stuk dat we willen afgeven. Ja, je wil natuurlijk die, die ronde rijden, ah. je voelt gevoel voelde je een element. Zeker ja. als je dan bevestiging hebt in de eerste sector, de snelste. Ja, ja, ja. Dus je wilt een auto post in je onderdeel. Hè? Ja. Dat is natuurlijk belangrijk ook om, om te groeien in die, allee, te groeien in die klasse, vermijden. Maar hebben bijna geen radio. Dus onze radio was kapot. Dus ik okay. kon ook geen bevestiging vragen. Ja. En dat was gewoon een split-second decision, en het was de fouten. Ja. Dus dat is absoluut, dat was on me. Ja. Maar gelukkig heeft het geen gevolgen gehad, uiteindelijk. Hè? Maar um, het is een het is van de vele parameters. Die je moet maximaliseren ja. en perfectioneren om in dat kampioenschap uh, te presteren. Waren het jouw eerste 24 uur van Spa? Nee, het was de tweede keer dat ik meedeed. <laughs> in 2018 heb ik ook meegedaan met een ja? Aston Martin. maar... <laughs> ja, dat was... ja. Allee, dat was heel fijn. Uh, Mij uh, kwam Wouters ook, Rob. Okay. Um, een geel een Aston Martin, maar dat was eigenlijk een heel verouderde auto. En wij reden in, in de M-klasse. Ja. En dat was in die zin. Totaal niet vergelijkbaar. Dit dus, was echt competitief. Dit was echt serieus. Uh, uh, want want ja. je hebt een, een topteam eigenlijk rond jou. Ja, het is echt een topteam. Ze rijden al lang in, in de TCR-tourwagens. Oh, uh, ja, denk ik ja. hun zevende jaar. Met Gilles Magnus die daar ook. Ja, met Gilles Magnus en Fredrik Vervisch. Ja. Maar ze hebben dit jaar dan beslist met François Verbist, uh, dat toch een grote naam is in de autosport, uh, zeker in België, um, om dat GT3-programma dan te gaan doen. En dat klinkt dan. Misschien gemakkelijk voor een ervaren team, maar dat is totaal niet. Nee. Ik bedoel, je zit eigenlijk tegen de beste teams. En nog eens de merken die erachter achter staan ter nee. wereld, die dat al jaren doen en dus al die parameters waar, ook, waar ik over spreek, al masteren. Uh, om daar even toe te komen en op dat niveau mee te spelen, dat is toch wel eh, redelijk ongelooflijk. Nee. We hebben het hier een beetje gevolgd, hè, Massimo, het uh, hele weekend lang. Wat, ja. wat vond je ervan? Want het is wel de grootste GT3-race ter wereld eigenlijk. Hè? Het, het is een van de moeilijkste GT3-races ter wereld ook, want ja. het uh, traffic, maar ook de pace van al die piloten die zo kort op elkaar zitten. Mm -hmm. uh, al verlies je maar drie tiende per ronde, of je wint ja. drie tiende per ronde, je haalt niks in en je verliest niet veel. Dus het is continu knokken, ja. maar ook traffic. Ja, dat is gewoon voor mij knettergek dan, dan zit je met drie naast elkaar. En dan uh, oh, daar een trage auto, a gravel, want iemand is eraf gegaan. Ja. Die condities zijn gewoon knettergek. knettergek. Ja, ja, ja. De alertheid, de focus ja. die nodig is, dat is het, het zot vermoeien aan die race, inderdaad. Omdat vroeger reden ze in een Vittugurus race vaak rustiger ja. om, om materiaal te sparen, auto's te sparen, maar die auto's zijn zo betrouwbaar geworden dat dat niet meer nodig is en, en je doet gewoon een uur lang hè? een stint, één stint is een uur, dan moet je boksen voor te tanken en dan krijg je nieuwe banden. Mm -hmm. Dus je rijdt die banden gewoon tijdens die stint op. Dus dat betekent maximaliseren. En dat is echt wel om daar heel de tijd bij te blijven. Zeker als je dubbel stints begint te doen. Um, er zijn zelfs triple stints. Om dan elk, elke centimeter goed te zien. Het wordt donker, uh, je ziet niet overal even goed. Ja. Uh, en wat Massimo zegt van gravel, ik bedoel je komt dan die bocht aan en met een bepaalde snelheid. En je kunt niet altijd anticiperen op het feit van wat er gaat liggen. Dus ja. er zijn gewoon heel veel elementen uh, wat dat zo machtig maakt. Ja. Uiteindelijk, uh, tweede, dus in de ja. klasse. Uh, 19e algemeen. Zat ja. er meer in? Ja. ja. <laughs> Drie keer, ja. Um, er zat meer in, maar ik moet ook wel zeggen dat degenen die gewonnen zijn, uh, in onze klasse dan uh, Lamborghini, dat die echt wel snel waren. Maar het verschil was, was niet groot na 24 nee, uur? Nee, dat was, het was denk ik 30 seconden. En, en zelfs een half uur voor het einde was 12 of 13 seconden. Mm -hmm. um, en wij hebben een penalty gehad van een minuut voor track limits. Uh, daar gaan we ik, straks ik, nog, no ja, nog over hebben. Daar kunnen we het nog over hebben. Maar dat zal zeker in de debrief besproken worden. Want dat is, iets, dat is eigenlijk gewoon een minuut weggeven. Ja. Een minuut die je on track heel moeilijk kunt terugwinnen. Ja. Um, en wel iets dat eigenlijk, wat je toch wel een beetje onder controle hebt, vind ik voornamelijk als piloot. Mm -hmm. uh, en dat is een verantwoordelijkheid die je moet pakken, maar goed. Uh, ook een les om te leren na deze race. Um, maar in die zin is het weer het beste wat we konden doen. En kijk, je moet die race eerst uitrijden. Hè? Je moet niks meemaken. Hè? En, uh, in die zin zijn we wel heel blij en ik ben ook wel trots op dat team. Hun eerste jaar dat ze meedoen in die race en dan direct twee auto's op het podium hebben. Dat is gewoon wel heel knap. Ja. Er, er was ook minder goed nieuws vanuit Spa, ja. helaas. Uh, we mm. hebben het in de Formule 1-uitzendingen ook meegegeven. Het overlijden van uh, Dilano van het Hof in het, uh, in het Freca is die gecrashed. Mm. En een wagen ja, die, die vol in de zijkant is gevlogen op 18-jarige leeftijd is hij overleden. Uh, jonge coureur van uh, MP Motorsport. Ik weet niet of dat jij hem kende, Sam, of dat je van hem al gehoord had. Ik heb natuurlijk al wel van hem gehoord, maar ik ken hem niet persoonlijk. Maar uh, Loris is mijn teamgenoot, ja. die samen met mij op de auto zet, kende hem heel goed. En zo een Nederlander een ook. Een Nederlander. Dus ja. uh, hebben ooit, de uh, jongere broer van Loris heeft samen gekaart met, uh, ja. met Dilano. Dus ja, dat komt dan wel dichtbij. En ik en, en denk sowieso komt dat dichtbij natuurlijk als dat gebeurt in een support race. Um, oh, oh, je bent op dezelfde plek. Um, en ik heb ja. zelf natuurlijk eenzitters gedaan, dus je, je snapt de mindset als je jong bent. En, en die gasten zijn allemaal onbevreesd. Uh, één voor één, die willen richting de Formule 1. En dat is gewoon sowieso pijnlijk om iemand te verliezen die, die in een droom probeert waar te maken. Ja. Um, ja, dat is gewoon heel erg. En het is ergens te hopen dat er, dat er iets uit geleerd kan worden. Uh, ja, autosport ja, ja. blijft natuurlijk gevaarlijk, dat zal altijd zo zijn. En wij, wij kiezen allemaal om het te doen. Dus in die zin uh, heeft hij er ook voor gekozen om, om, om dat risico te nemen. Uh, in die sport uh, goed te worden. Ja. Maar het is erg dat die prijs betaald moet worden. En ik denk dat we moeten blijven zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat dat niet, hey, dat dat niet, hoeft, dat dat niet zo hoeft te zijn uiteindelijk. Maar, ja, ik, we hoorden Max Verstappen dat ook zeggen in een van de reacties bij, bij Stefan Lammers. Ja, we moeten blijven nadenken over oplossingen, maar ja... Uh... ja de fysica blijft de fysica ja. uiteindelijk. Hè? En, en het enige exact. wat we kunnen doen, is die auto's... Ja, veiliger gaan maken door extra structuren te gaan toepassen, maar dan ja. hebben we het negatieve van het gewicht. En ja. We kunnen daar misschien later op terugkomen. Dat, ja. Ja, dat speelt niet in het voordeel van, van de sport, uiteraard. Maar goed, als iedereen zwaarder is, voilà. ja, dan is het voor iedereen hetzelfde. Maar nogmaals, een impact aan 150 of 200 per uur. Door, lateraal. Lateraal, dat is een slecht punt. Dat is gewoon exact. Dat is niet te doen. En als, als voor mensen die de beelden hebben gezien, het, ja. het is ook niet leuk om naar te kijken. Nee. Maar je ziet gewoon alle onderdelen die, die rondvliegen, maar de auto zelf wordt nog 100 meter weggecatapulteerd. Ja, dus de energie die zwaar... daar los en vrij komt, dat is, dat is gewoon onbeschrijfbaar. Het kan Ik, een lichaam eigenlijk... Die... Nee, een lichaam kan dat niet aan. Ja. Die, die deceleratie, Voor... dat, dat kan dus dat gewoon niet. Je, je hebt hè, zoiets als G-krachten, dus zoveel maal je eigen gewicht aanvoelen. Ja. Ja. En die G-krachten ja, die, die loopt gelijk met de, de, de energie die op u afkomt. Dus zo'n auto aan 200 per uur, bij manier van spreken, die ja. 600 kilo weegt, dat is x energie of x joule. Ja, ja. Die moeten gedissipeerd worden. Ja. Of die worden gedissipeerd in een explosie, of door beweging. Maar, maar hier is het gewoon die g-kracht. Dus dat ja. is de, de tijd waar dat die energie wordt gedissipeerd. Er zijn bepaalde onderdelen in je brein, dat is dan 60G voor een fractie van een milliseconde. Ja, laat staan dat je dat 5 milliseconden of 10 milliseconden ja. hebt. Het is, het is heel, heel maar, plastisch om uit te leggen, maar je, ja, je explodeert van binnen gewoon. Hè. Maar dus, dus, is het dan contradictorisch, of klopt het om te zeggen dat eigenlijk, normaal dat die auto's wel sterker worden, dat er wel meer energie naar, het, naar, naar de De auto's scheuren niet meer, maar er komt wel... De auto's, doordat ze, doordat ja. ze niet meer scheuren, gaat die energie wel naar binnen. Ja, maar dat, er is nog altijd een verschil, dus hij wordt bijvoorbeeld lateraal uh, aangetikt, daar, daar moet eigenlijk een structuur zijn van x aantal centimeters die gaat crushen of dus in elkaar stuiken maar een een ja. om dan zo die energie gaan absorberen. Hè? Bijvoorbeeld mm. de neus van, van zo'n Formule 1 auto of een Formule ja. zoals ze zeggen, de crashbox, ja, dat is dan een ongeveer rekenen 30, 40 tal centimeter die in elkaar kan crushen. En dan gaat die energie zich dissiperen, mm. ja. maar die auto is ook stevig. Voor hetzelfde geld heb je gewoon een, een, een crashbox, fantastisch. Mm -hmm. Maar op de eerste inpak vliegt hij gewoon weg, omdat, omdat, ja, omdat alles niet degelijk gemonteerd is ja. of ja. aan elkaar hangt. Ja. Dat was ook het geval vroeger. Ja. De auto's waren gewoon niet sterk, die moesten gewoon licht zijn punt. Mm -hmm. ja, ja, en punt. Ja, mensen leven was geen... Uh... Nee. Allee. Een, een, een straatauto is hetzelfde. Dus, zoals ze noemen, de kreukelzone voorin, die is ja. gigantisch. Achterin veel minder. En vandaar dat ook een tik langs de achter. <laughs> ja, het lijkt alsof je geen ongeval hebt gehad, maar je voelt het wel uh, ja, heel ja, ja. hard. Ja, dus ja... Op zoek gaan naar oplossingen. maar Dat is, dat is makkelijk gezegd, maar, maar heel moeilijk om, er, om alles uit te sluiten. Ja, maar ik denk wel dat als we naar deze situatie kijken, dan moet de vraag toch komen of het dan de juiste beslissing was om een herstart te gaan doen in de laatste ronde. Ja. Allee, ik bedoel, Het is heel moeilijk. Hè? Met enerzijds, er wordt heel veel commentaar gegeven als er races niet doorgaan ja. door regen. Zo. Iedereen zegt, oh, poesjes, okay, vanuit uw zetel met uw zak chips is dat misschien gemakkelijk. Ja. Maar als je in een auto zit, is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar ik denk dat geen enkele racepiloot probleem heeft met in de regen te rijden. Mm -hmm. Het probleem is dat je niks ziet. Ja. En dat is echt zo. Hè? Ik bedoel, als mensen op de autostrade rijden en zeggen, ik zie niks. Geloof mij, in een raceauto, dat kun je niet vergelijken. Dat is een muur, dat ja. mist. Mm -hmm. En als er iemand achter voren staat, op het rechtstuk achter Redion, kun je het nooit hebben gezien. Nee. Dus dat risico is er. En... Oké, okay, dan kunnen nog zeggen, ja, maar dan kunnen toch niet alle races stil liggen waar het regen is. Dat vind ik ook, nogmaals, wij nemen de keuze om te rijden. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat als je 20 of 30 jonge gasten van de laatste ronde, waarbij ze hun race nog kunnen maken, laat losgaan op een circuit, dan weet ik niet meer dat dat dan de juiste beslissing is in zo'n omstandigheden. Yep. En dat vind ik wel een kwalijk gegeven. Ik denk dat dat het onderdeel is dat het meest moet bekeken worden in, in deze specifieke crash. Yep. En daar iets moet mee gedaan worden. Want ja, jij, jij had dat heb ja. ook gezegd, hè, met die twee seconden ook. Inderdaad, hè, dus bij ons, onze race was er net na, dus je moet weten, alle auto's die ja, kwamen ja, op de dus race. Yes. Uh, onze auto's moesten doorheen de brokstukken nog rijden. Ja, dan, ja, je ziet gewoon de auto die op een, op een towtruck ja. wordt geplaatst, alle losse onderdelen. Niet oké, hè? Dat is niet oké. Okay. Mm. Simpel, dat is niet oké. Okay. Nee. Onze start wordt gedelayed met meer dan een half uur. Mm. Uiteindelijk Starten we achter safety car? Goede beslissing, ja. ja. Maar achter safety car reden wij in drie minuten 40, drie minuten 50, wat uh, ongeveer een minuut 30 te traag is. Ja. en dan nog gingen er auto's van de baan. Ja, dus om maar te zeggen, om maar te zeggen ja. hoe zeggen hoe, ja, hoe gevaarlijk het was. En dan uiteindelijk hebben ze gezegd, safety car in this lab. We zijn vertrokken, <laughs> is weer een auto gecrashed. Dan hebben ze gezegd, oké, okay, stop. Uh, stop. Eerst safety car en dan gewoon rode vlag. Ah ja, uh, ja dat heb ik race, race uh, will not resume. Dat is gewoon de correcte beslissing. En, en... Te veel water kunnen. Allee. Ja, één gezien niks, tweede auto blijft niet op de baan. Want die kunnen niet verwerken, nee. auto's liggen laag. Ja. Er zijn natuurlijk voilà, er zijn echt wel situaties waar het niet anders kan, denk ik. En denk dat ze daar gewoon. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk voor de mensen nee. die komen kijken. Nee. Nee. Dat is niet leuk voor de teams, voor de piloten. Maar soms moeten we toch wel kiezen voor veiligheid boven. Uiteraard. Maar zijn er dan geen systemen om dat te meten bijvoorbeeld? Zou dat een oplossing kunnen zijn? Dat, uh... Vanaf dat er zoveel water op de baan staat, is de zichtbaarheid. Dat kan je dan toch wel voorspellen, denk ik. Hmm. Ik, denk dat, ik denk dat soms een moeilijke in moeilijke racing. is dat er veel parameters meespelen op zo'n moment. Ja. En dat niet elke. Regenbuiden zijn is, zoals dat ook klinkt, hè. Ja. hoeveel millimeter water valt er op dat deel, dan zal dat toch zo zijn. En soms zit het dan niet per se, dat, dat, dat gaat dan in het gras, dat zakt in het gras, of niet. Of wind kan ook een. Of wind uh, kan ook een goed rubberlichten. Dus er zijn zoveel dingen, ik weet niet of je dat kunt dat standaardiseren. Je kunt het okay. niet standaardiseren, want neem, neem het voorbeeld van iemand die vaak op de autostrade rijdt. Die ah. rijdt elke dag naar Nederland. En als het regent, uh, sorry, ik, uh, ik zie niks op de baan op de E19, mm -hmm. maar als ik in Nederland rij, zie ik wel heel goed. Ja. En het regent even hard. Dus het is, het is echt afhankelijk mee? van de <laughs> Nee, maar het ene laat water erdoor, het andere nee, natuurlijk. Ja, niet. ja. En tuurlijk, ja maar dan, dat, het, dan, dan op, zou je kunnen zeggen, als het dat is, zou je kunnen zeggen: oké, okay, op elk circuit dat soort asfalt... Ja, maar dat gaat niet. Voor het simpele feit dat die, uh, die tarmax die gebruikt worden, mm -hmm. de krachten die komen op, op, op ah, dat ja. stuk, ja, dat, okay. dat scheurt het gewoon uit elkaar. Ja. En, ik weet niet of jij ooit in, in. Wat was het? In, ergens in Azië was er ook een. Toen met de GP2 ook het, een, een soort tarmac gebruikt. En die kwam gewoon los. los. En iedereen kreeg al die stenen op hun helm. En nee, de auto's ja, en die waren dat gewoon. Niet dat is niet veilig. Nee. Dus nee, dat is specifiek tarmac ook. Die, die, ja, voor de grip, et cetera. En ook de, de structuur te kunnen behouden. Ja, het is, het is zeer droevig. En, en om dat af te sluiten. Ik denk dat dat voor niemand gemakkelijk was. Nee. Uh, voor ons allemaal. Ik bedoel. Ik denk dat je een beetje egoïstisch wel zei dan op dat moment en denk dat je dat wel blokt. Ja. Want je kunt niet anders. Ik bedoel, je start dan een van de snelste gt races ter wereld, waarbij we allemaal full commitment de moeten oprijden. Ja. Er is geen regen geweest, dat is goed denk ik. Uh, dat heeft ons geholpen in die zin om altijd zichtbaarheid te hebben. Maar ja, mentaal gezien denk ik dat iedereen, uh, iedereen was er stil van. Ja, kan ik kan geloven dat, uh, dat je daarvan een klap krijgt. Maar, maar ja, het moet door en, en wij moeten ook door. Ja. We gaan naar, naar de Formule 1-race, um, die op zich nie, niet zo heel spectaculair was, vond ik. Was uh, niet <laughs> zo spectaculair, zeker niet vooraan. Voor de zegen, ja. Ja, ja, ja. Voor de zegen, ja, ja. voor de start wisten we al van hoe laat het was. En uh, goed. Maar achterin ja, waren toch wel een paar leuke gevechten en, en verschillende strategieën ontbanden. banden. Mm. Dus echt zeggen van wie er vijfde of tiende ging eindigen, nee, dat, uh, dat, was, uh, dat was echt heel onzeker. En dat, dat is dan wel het positief puntje. Ja. ja, ik denk dat kwalificaties opnieuw wel best interessant waren. En ook wel omdat Ferrari of dichter komt uh, en heel dicht komt. Bij... 48.000ste was het ja. verschil, denk ik, in de kwalificaties. Dus dat is toch weer eens een goede teken, in en Allee, persoonlijk, de kwalificaties dit jaar heb ik altijd interessant gevonden. Ja. Ja. Er wordt toch wel hard gepusht en dat, dat, dat komt ook wel over, vind ik. Mm -hmm. uh, Oké, okay, het is Max Verstappen uh, tijdperk momenteel met die Red Bull, maar, maar ja, als ze dan dichter komen, dan vind ik het toch wel spannend worden. Het is een beetje spijtig dat dat niet altijd doorcijpelt naar de race. Ja. Maar met het sprintformat heeft ze dan eigenlijk nog iets ertussen gegeven dat ook aantrekkelijk was. Mm -hmm. ja. Dus in die zin, niet zo'n slecht weekend. Beginnen bij het begin. Bij uh, de winnaar van elke sessie uh, dit weekend. Max mag Verstappen. Max Verstappen. Ja, jonge kerel uit Nederland. Het snelste ja. in elke sessie, vijfde op één volgende zege, 7 op negen, 81 punten voorsprong in het klassement. Op zijn ploegmaat dan nog. Hmm. Ja, allee, het seizoen zal uh, er wat dat betreft al een beetje op zitten. Heer en meester. Punt. Dat dus, is gewoon oppermachtig. Ja, hij zit, hij zit natuurlijk in, in de beste wagen en maximaliseert die situatie waar we denk ik van hem gewoon zijn. Mm -hmm. Ik weet dat mensen dat soms lastig vinden als ze uh, 1 volgen en vinden dat, het, dat wij veel over Max Verstappen praten in de positieve zin, maar het is natuurlijk moeilijk om dat niet te benoemen als iemand alles wint. Ja, mocht dat iemand anders zijn, zouden we die persoon benoemen. Dus Dat is nu wel ja, ja, zo. We kunnen niet anders dan en het altijd opnieuw herhalen, want het gebeurt elke week opnieuw. Ja. Um, hij is outstanding. Was al vanaf het begin zo, heeft zich ontwikkeld en is alle kleine details waar hij zo gezegd niet zo goed in was, mm -hmm. nog aan het verbeteren. En van die drive hou ik wel. Allee, ik vind dat wel enorm knap dat hij blijft zoeken in zichzelf om dat te verbeteren. Ja, en hij is gewoon één met die wagen. Dus, ja. Ja, het, is, het is niet gewoon winnen om te winnen. Ik bedoel daarmee, het is, het is geen eenvoudige overwinning nee. in het feit van het gaat allemaal vanzelf. Nee, elk detail klopt. Ja. Uh, hij eindigt eerste, maar hij krijgt geen straf voor tracklimits. Ja. ja. Dat toont al aan hoe dat hij alles bemeestert en, en zegt van... Goed, ja. ik rij wel binnen de limieten en ik rij ook met een voorsprong van 25 seconden op het einde van de race. Ja. Sorry. Dat is het beste bewijs. Dat is het dat is beste bewijs dat hij echt wel beter is momenteel dan, dan de rest. Het feit dat hij dan ook op het einde zegt van... Uh, jongens, ja. uh, ik wil dat puntje van de snelste ronde. Team zegt, nee, dat gaan we niet doen. Dat is een risico. Ja. En hij zegt echt wel op een vrij uh, harde manier: nee, ja. we doen het. Ja, ik denk dat hij zich, zich daarin wel onderscheidt. ten opzichte van andere uh, kampioenen misschien uh, in het verleden. die dan misschien voor veiligheid kiezen. Mm -hmm. uh, die zeker niet potentiële uh, overwinning zouden weggooien. Maar Max Verstappen is ook wel iemand dat houdt van uitdagingen. Ik weet zeker dat als dit seizoen zo verder gaat, dat Max prefereert om in een iets moeilijkere situatie te zitten dan de ja. situatie waar hij nu in zit. Ja. Maar hoe? Hij kan dat ook niet echt kiezen. Uh, maar ik denk dat hij absoluut zou willen dat er een stichter komt om die challenge te hebben. Dat is iemand, dat, ja, dat is een competitor, dat is, dat is een winnaar. Ja. Maar winnen alleen is natuurlijk niet zo leuk. Nee, de nee, voldoening nee. van winnen komt uit iemand anders verslaan. Ja. En ik denk wel dat dat, uh, Allee, dat is denk ik een deel van, van waarom. Dat hij voor zichzelf blijft zoeken dat dingetjes ja. dus is dat, dat hem wel nog beter in kan worden. Ja, terwijl ik hem ook al eens heb horen zeggen dat hij liefst gewoon van start tot finish aan de leiding rijdt. Dat... Ja. ja, maar wel met tegenstand. Ja, ja. ja. Allee, bedoel, anders kan die ook gewoon eerst gaan testen hè, en snelle tijden zetten. Dus, ja. nou, ik denk dat ik hem toch zou appreciëren als hij uh, er echt een beetje voor moet vechten. Ja. Maar als we, als we het even bekijken op, op een manier die, die heel uh, ja, ik ga het zeggen, plastisch is. Alles lijkt trager te gaan voor hem. Hij heeft gewoon de tijd om na te denken, mm. om zich goed te positioneren. Hè? Bijvoorbeeld bij de start met Leclerc ook. Ja. Hij weet Leclerc is een dreiging, ja. maar hij houdt een bepaalde plaats in op circuit waarbij hij zegt van, kom maar, je raakt me toch niet voorbij, want ja. uw, uw positie is, ja, is, is, is gecompromitteerd. Kan over heel veel elementen tegelijk of, denken. Ja, hè? en, en das, das, dat is echt wel vind ik uh, iets merkwaardig. Ja. Hetzelfde met, met dat puntje voor voor de snelste ronde. Uiteindelijk, wat gaat er in zijn hoofd? Ik heb genoeg overwinningen, ik heb genoeg voorsprong. Ja. Het is een risico die heel klein is dat er iets fout gaat met de pitstop. Mm -hmm. Ik doe het. Ja. Ik bedoel, en ik, vol ik, overtuiging precies. Ja. system ja, 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 en het inderdaad. is dan eigenlijk een punt afpakken van Perez. Dat ook. En, dat en zal ook wel meespelen. Dat speelt zeker mee. in gaan uitlopen, uh, ja. Ja, de, de, ja wat. Ja heeft, hem eigenlijk de op de vingers, ja, heeft hij een beetje op de vingers getikt na de wedstrijd? Dan hoorden we Perez zeggen in het interview, ja, Max was boos daarom, maar ik had hem niet gezien. Uh, Ze liegen allebei. Ja. Ja. Ten eerste had Perez hem wel gezien. Ik bedoel, Perez heeft een goede start, maar maakt haar, gaat daar iets te diep in de eerste bocht. Allee, ik kan eigenlijk vooral niet op het gas gaan, omdat hij volgens ja. mij op de curb zet aan de buitenkant. En komt terug van het gas, ja natuurlijk, de acceleratie stopt. Dus Max Pop komt dichter en hij had dat gezien. Hij doet gewoon de deur dicht. Ja, dus voor de mensen die dat niet gezien hebben, uh, Perez rijdt aan de leiding ja. en neemt Verstappen eigenlijk mee een deel op het gas? Ja, maar sorry, ik vond dat niet zo agressief. Het was misschien een beetje laat, maar langs de andere kant, Verstappen kan, zou ook wel denk ik, geweten hebben dat Perez de deur gaat dicht doen. Ja. Die heeft ook gezien dat hij een beter drive uit de bocht heeft. Dus dat hij iets gaat proberen. Per sluit aan de deur. Maar wat ik dan wel zo wat verstappend. Wat je typisch voor verstappen vindt, typerend. En wat ik zelf niet altijd zo apprecieer. Is zo. Dan divebompt hem in bocht drie. Mm -hmm. Dat is drie, hè? Ja, naar ja, boven. Um, en dan in de volgende bocht moet hem, hem nog eens eigenlijk te kijken zetten, om het zo te zeggen. Ja. Dat vind ik dan wel zo flauw. van... Dat is zo'n beetje de dominante van verstappen. Hij kan er dan niet tegen. Dat, dat Peris is één keer iets doen wat Verstappen altijd zelf bij anderen zou doen, mm -hmm. dus ik kan hem nu terugpakken, twee keer. Ja. Dat, vind ik dan zo, ja, dat vind ik dan ook niet sportief. Dus, ik, weet niet, ik, vond, ik vond meer negatief langs Max kant dan Peris. Ja. Was dat in bocht 3 ook niet gewoon racen en te ver doorschieten? Of is yes? opzet? Ja, dat is mijn opzet. Dat is race. Race. Dus Max Verstappen ja, die hij niet is... weet waarom het we ja. er eenmaal. Ja, hij verremt zich niet. Echt, sorry. Eh, Zoals we zeggen, hij doodt compleet de snelheid af. Ja, hij kilt het. Stopt hij, gewoon. Hij, hij stopt volledig veel te diep. Maar niemand kan het rond. Hij weet het ook op voorhand. Ja. En hij is gewoon weg. Ja. Simpel. Hij weet, dat, is, dat is bijna het doen ja. van... Jij hebt mij in het gas geduwd. Ik kan u niet gewoon voorbij gaan. Hè. Ik kan ook voor zorgen dat er vier auto's, andere auto's voorbij komen. Ja. Daar heb ik een beetje een probleem mee. Omdat het dan nog eens de volgende mocht nog eens te herhalen... Mm -hmm. En hem bijna in het gas te duwen. Zeker breed te duwen, dat, dat de rest ertussen kan. Kom, Max... Je moet er ook wel tegen kunnen, de anderen ook naar ruw agressief zijn. Hè. Je doet dat zelf ook. Dus allee, ja. dat, dat vind ik bij hem zo het onsportieve in zijn gedrag. Soms van als er e één keer iets tegen hem gebeurt, dan doet hij het maal drie terug. Ja, ja goed. Ja. Het is een grote kampioen een dat hij is, man. Maar... Ja, voilà, dat is een grote kampioen. Nu de het geen details. en... Mentaal het spellen ook altijd. Uh, is, ja, Sam is waarschijnlijk de persoon, als je met hem gaat uh, padel spelen of tennissen, dat hij het niet uit kan staan. Dat je zegt: Haha, <laughs> inderdaad. <laughs> ja. maar ik speel nou, daarom geen padel. <laughs> ik speel een sport met een helm op, dat ik uh. niet kan ik en horen. <laughs> uh, ja, dat is cool. Nee, maar ik bedoel, ergens vind ik zo ja, dat dominante zo van je straffen omdat je iets gedaan hebt bij de grote Max Verstappen... Snap je wat ik bedoel? Van het begin vind ik dat moeilijk. Ja. Maar, maar goed. Ja, ik vind het, in tegenstelling tot ik vind het wel positief. Mm -hmm. ik, vind dat, ik vind dat echt ja, een, een, een mentaliteit van, ik laat niks liggen. Mm. Maar wat misschien ja. wel minder positief was, en dan ga ik terug naar die dominantie, uh, is dat uh, Stefan Lammers die voor ons in Oostenrijk was, zei dat uh, in de perszaal, dat de journalisten gewoon al andere sporten aan het bekijken mm -hmm. waren tijdens de race. Ja. Je ja. waren 24 ja. uur. Aan het <laughs> Zoiets. Ja. Nee, die waren gewoon echt inderdaad al uh, met andere evenementen bezig. Omdat het zo dominant is, ja, ja, dat is misschien ook wel de keerzijde. Ja, maar ik denk wel. Allee, ik denk toch dat er tekenen zijn dat, dat, dat er misschien wel wat tegenstand kan komen. Tegenstand allee, met een korrel zouten. Uh, dat, dat Ferrari dichter komt. Vind ik denk ik wel iets positiefs. Hoe waar is dat in een weekend waar Aston Martin en Mercedes het minder goed doen. Hè? Is dat aan mm. Ferrari die beter is of zijn zij het die slechter zijn? Een mm. beetje moeilijk af te wegen en dat is sorry, iets dat we volgens mij volgende week wel gaan zien. Of ja. deze week liever in Silverstone. Dat, we, dat is meer een circuit waar je pure performance kunt zien, ja. op een niet atypisch circuit zoals de Red Bull Ring. Ja. Maar uh, ja, oké, okay, we weten allemaal dat Red Bull de beste auto heeft gemaakt en dat is nu eenmaal zo momenteel. Oké, okay. laten we dan uh, dat hoofdstuk afronden. Daar kan uh, ja. niet veel meer over gezegd worden. Behalve dat ze enorm goed zijn. Ferrari, je haalde het al aan. Voor jou, Massimo, moet dat misschien wel fijn zijn met je Italiaanse roots. Dat, uh, dat Ferrari weer iets dichter komt. Ja, ik, uh, ze komen wel iets dichterbij. Maar ik, of op het podium toch? Ja, nog. toch op het podium. Maar inderdaad, ik moet wel Sam volgen. Is het Ferrari die dichterbij komt, of is het gewoon Aston Martin die een klein beetje minder was dit weekend? Mm -hmm. en ja. ik vind een gap van 25 seconden nog altijd wel heel veel. Ja. Ja, ja, en en die waar. gap, ja, die zomaar gaan overbruggen, ik weet het niet. Ja, ja. Ja. Ferrari heeft ook eigenlijk nog niet zoveel updates uh, opgebracht in, 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 op de auto. Dus uh, ik denk dat Hazen en Ferrari de twee uh, merken zijn, of de twee constructeurs, die de minste updates hebben gehad. Logisch ook, want ze delen heel veel technische onderdelen. Maar. Ja. Maar die, diegenen die ze gedaan hebben, want er zijn er wel gebeurd ja. nu, die, die werken volgens, volgens Ferrari wel. Um, ja. Is de invloed van Fred Vasseur nu stilaan zichtbaar? Want toch operationeel. Niet de, ja, toch niet met de dubbelstak uh, pitstop. Die, die was niet zo. Nee, die was niet fantastisch. Die, die was niet was fantastisch. Twee keer traag, denk ja, ik. Dat was, was echt twee keer een slechte pitstop. Maar goed, Fred Vasseur, ik heb het al een paar keer gezegd, ik vind het een fantastische kerel. Ik heb het geluk ja. gehad om hem te ontmoeten al een paar keer in de race. Die is. Echt goed. Zeer capabel, hij is he? echt goed. Ja, die ja, die ja. weet waarover dat hij bezig is. En kan een team organiseren. Is ook zo'n man die heeft zo'n bepaalde aura. En op ja. tv lijkt het van ja, kan hem niks schelen. Maar in het echt is het echt wel een man die. Uh, ja. Hij is direct, weet, maar eigenlijk ja. ook wel menselijk. Hè? Hij is gewoon menselijk. En, en ik bedoel, hij gaat ook filteren. Mm. Jij moet er niet bij bij, jij wel. En hij kan wel een team rond zich bouwen. Hij is ook altijd succesvol geweest ja, in motorsport. Absoluut. Altijd. heeft de grootste teams gebouwd. Dus. Ik geloof ja. er ook wel in. Allee, dat, dat brengt mij zo ergens wel rust. Want ik denk dat iedereen toch Ferrari-fan ja. is. Wil, iedereen wil wel ergens dat die rode auto's het goed en doen. En zeker dat ze kunnen meestrijden Red boel, daar. bijvoorbeeld. Weet ja. er, dat is, is zo'n iconisch merk. En dus iedereen is, is wel wat fan. Maar ik vertrouw er wel ergens op dat dat goed komt. Ik denk gewoon dat dat dom zou zijn van ons om dat te verwachten in zo'n korte tijd. Mm -hmm. Om in een structuur binnen te wandelen met zoveel historie. En dan als Fransman, dat is niet zo gemakkelijk om daar even te zeggen, ah oh ja, geef mij een winter en dan zie je wel... Hè? Ja. Nou, dat, 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 dat gaat zoveel dieper in de structuur, die fouten die daar zitten waarschijnlijk, ja. dat die gewoon tijd nodig heeft. Dus ik ja, denk, in die zin moet een beetje kijken naar, naar volgend jaar op dat vlak. En nu werden ze ook niet geholpen door die virtual safety car Ferrari, want ja. uh, net voorbij de pit entry... Wanneer die buiten kwam en wanneer ze dan gepit hadden, dan was de virtual ja, safety car weg. Inderdaad, ja. En, en dan een terechte opmerking van Sainz: ja, je had mij moeten buiten laten. Ja, Oké, okay, ja, goed, dat is, dat is op dat moment een slechte keuze. Ja. Maar ja, als, als de auto beter is, dan bewijst Max Verstappen stappen weer dat het niet hoeft om in de virtual safety car een pitstop te doen. Ja, dat de dat, luxe Ferrari de, natuurlijk ja. niet. Maar ja. Is, ja. En ja, weer al. Als je iets tekortkomt, dan moet al de rest wel kloppen. Ja. En dat was dit weekend dan op een paar details na, nou, niet het geval. Ja. Spijtig genoeg. Ja. Wat we wel weer hoorden, was dat er opnieuw een vraag over de strategie werd gesteld aan Charles Leclerc. Ja. Daar waren we zo al een tijdje niet meer gewend. Vorig seizoen, uiteraard wel. Die discussies. Ja. Klopt. Ja, maar dat, 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 dat is misschien een terechte vraag. De, de piloot heeft toch wel altijd het, de, het meeste feeling. Hè, in de veronderstelling dat, dat, dat Sam mijn piloot is. en hij zou eventueel dubbele stint moeten doen met ik zijn mannen. Ga ik hem ook vragen? Ga ik hem ook vragen? Je nee, maar, ja, ik je ben. Je, je weet wel niet wat ik bedoel. Maar dan, 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 dan moet je wel die vraag stellen. Van, ja, dat vind ik ja of ook. nee. Hij voelt de degradatie het meeste. Hij weet ook exact. hoeveel hou ik over. Ja. Is, moet ik elke keer uh, vechten om, niet, uh, of, om op het circuit te blijven? En ja. om die witte lijn te gaan? Die info die hebben de ingenieurs eigenlijk niet. Dus die input is wel van, van groot belang. Okay. Uiteraard, het zijn niet vettel-toestanden waarbij hij zelf ging zeggen wat de afstelling moest zijn en wanneer ze ja. binnen moesten komen en et cetera, et cetera. Dus dat is wel voorbij. Ja. Het is wel belangrijk, want wat je aanhaalt betekent des te meer. Dat die communicatie tussen auto en pitmuur zo cruciaal is. Cruciaal. Alleen dat dat misschien wel het belangrijkste onderdeel is om, wanneer je een goed pakket hebt, het mm -hmm. ook te doen werken. Ja. En we blijven er toch een beetje over praten. Van we zeggen van strategie en Ferrari. Maar, maar communicatie is misschien wel het eerste deel dat moet verbeterd worden om de rest te doen werken. Ik denk ja. dat daar slimme mensen zitten. Ze hebben op zich geen slechte auto gebouwd. Dat was vorig jaar ook het geval. Niet goed genoeg. Maar laten we Red Bull even buiten beschouwing laten. Ja. In die zin. Want het is toch gewoon communicatie die... Er is heel veel verlies qua tijd en energie in een communicatie. En het is nooit straightforward. Ja. Dus ik denk dat dat het eerste ding is waar, waar Passeur wel op aan het werken is. Maar het is ook ja. een mentaliteitsprobleem. Hoor. Dus natuurlijk, ik ben zelf deels Italiaan. Ik heb heel veel met Italianen gewerkt. Mm. Het is ook een heel groot politiek spel. Er zijn bepaalde ja. mensen ja. die een bepaalde rol hebben. Die willen hogerop. Mm -hmm. Of net niet hogerop. Ja. Uh, die willen bepaalde verantwoordelijkheden nemen. Of niet. En ze wijzen heel graag naar elkaar. Ja. En ook zo'n strategiebeslissing, mensen denken van, het is één persoon die de beslissing neemt. Nee, er is een strategy engineer die geeft dat dan door aan de ene, ja. die geeft het nog eens door aan de andere. En dan kan er iemand het overrulen. O, te complex. Het is, het is te complex. En ja. in, in onze disciplines, dan, zoals, zoals GT, als ik race-engineer ben, ik ben de enige die beslist. Ja. En ik beslis op het moment, punt. Ja, ja, ja. Dan kun je snel zijn. Hè. Dat kan Allee, dat, en ja. dat kan dan fout zijn of niet, dat maar het kan. is in ieder geval een beslissing. Inderdaad. Ja. Ja, maar daar zal Vasseur misschien wel uh, aan werken. Aan, aan die de, de, maar, de, maar we zien het ook, hè, dat ze eraan werken. Ja. Want bijvoorbeeld de beslissing in, uh, in Canada om een andere strategie te gaan doen mm -hmm. met, met de banden. Ja. Iedereen dacht, wat zijn die aan het doen? Ja, het was toch wel de winnende strategie op dat moment. Ja. Zonder ja. te winnen, maar ik bedoel daarmee... Ze hebben er, er, er veel mee, mee gewonnen. Ja, 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 voilà, ja, ja. Wel... Goed, um, toch nog even terug naar Red Bull. Maar dan Sergio Perez. Die lijkt er uh, wat door te komen in de race dan. Um, op kwal... Ja, pace was die goed. Ja, ja, maar dan ligt dat dan aan de wagen. <laughs> ja, nee, oké, okay, maar, maar in vergelijking met de vorige races kon hem niet helemaal nee, die pace eruit halen. Ik denk dat dat voor Red Bull uh, de belangrijkste parameter is om mm -hmm. te beslissen of hij volgend jaar nog rijdt. En we natuurlijk dat pakket kunnen gebruiken, dat potentieel kunnen gebruiken. Ja. Dat er is natuurlijk, het is een fantastische wagen. Mm -hmm. um, ja, dat hij in kwaliteit er dan niet in slaagt om drie ronden achter elkaar een tijd te zetten, dat is dom. Ja. Dat is echt dom. En ja, dat is natuurlijk ja. onder druk van de afgelopen weken, waarin het slecht gaat. En, en dat moet niet gemakkelijk zijn in die redbullomgeving om daar te zitten dan. Hij was ook ziek geweest op donderdag. Was ja. hij nog ziek? Maar... Ja, maar Denk... hij heeft geen problemen aan zijn ogen. Hij kan nog altijd zien waar de lijnen <laughs> zitten. Dus, dat is oh, was een... Ja, ja maar als je, ja. Niet onder, <laughs> als je niet 100% bent, uh, er, er is die druk. Um... De, de druk is er. Maar ik bedoel, op, op, hij zou misschien wel trager kunnen zijn. Maar de basis van het piloot zijn, dat, dat vergeet je niet omdat je ziek bent. Nee. Dus dat, dat kan niet. nee. En zeker niet na, na de twee eerste warnings van track limits. dan weet het. Dan, dan moet je echt wel opletten en, en dus noods, zelf een beetje trager gaan rijden. Voilà, je hebt en, de keuze. Wow. Je hebt een auto die. Je, hebt, je zit in de fantastische positie dat je met een auto rijdt die sneller is dan al de andere auto's. Dus je hebt ergens die marge, al ja. verlies een tiende of twee. Dan nog raakt makkelijk in Q3. En daar denk ik dat die. Ja, daar moet hij echt wel iets aan doen. want zo'n ja. fouten kunnen wel echt niet blijven gebeuren, denk ik. maar los van die uh, vrijdag dan, ja. toen was hij op de 15e plaats dan beland, heeft hij wel een tweede plaats in de uh, sprint shootout, ja. in de sprint, en dan een podiumplaats in de race. dus na goed. moeilijke weken ja, denk ja. ik wel een opsteker. zeker, ja, ja. Voor, zeker voor Perez. opsteker ook voor McLaren, voor Lando Norris. het verschil met de uh, Oscar Piastri was deze week heel groot omdat uh, Norris de updates op zijn wagen had en uh, Piastri niet. Fijn om, om McLaren weer daarvoor in te hebben. Ja, fantastisch. Ik denk dat iedereen daar ook, net zoals bij Ferrari, op hoopt dat, dat die terug kunnen meespelen. Het blijft ook een, een team met historie natuurlijk. Mm -hmm. En er is een uh, grote herstructurering geweest. En, en ik denk dat dat wel begint te werken. Het is ook eigenlijk wel heel goed dat er maar één wagen die updates had. Je ja. kunt niet duidelijker een verschil zien tussen twee wagens ja. dan dit, hè. En dat is eigenlijk de bevestiging, en dat, dat moet wel heel voldoeninggevend zijn voor hen. Van oké, okay, dat werkt dus in de juiste richting mm -hmm. sinds lang. Dus, ja. Uh, ja. Maar het is wel dubbel, want die, die, die updates. Tuurlijk, Landen doet het dan heel goed in, in, in qualifying. Mm -hmm. Wat er ook voor zorgt dat hij net in een ander letterlijk treintje zit. Ja. Ja. En daardoor wordt de gap ook groter. En ja. dat is ook wel het gevaar die, we, die, die, die er bestaat: van. is die package in echt heel goed? Ja, in, in die analyse dat wordt misschien iets te dik de, de, de ring gezet. En, en dat is wel het gevaar. En ook wetende dat de package eigenlijk nog maar 50% is van de update, mm. want ze praten over een, nog 25% in Silverstone en nog eens een keer 25% dat kunnen in, doen. in, in ja <laughs> als, 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 <laughs> dat, als, als we dat kunnen doortrekken, dat zou wel fantastisch zijn. Ja. 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 En, en wetende dat Lando Norris het vaak heel goed doet op uh, de Red Bull ring, hij ja, heeft daar ook zeker. zijn eerste podium Klopt. gepakt, denk ik. Uh, een aantal jaar Thuis geleden, corona, 2021. 20, ja. Ja. Ja, 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 toen hij die vijf seconden nog moest toerijden op uh, Lewis Hamilton. En dat dan ja. gedaan heeft omdat Hamilton een straf. Ja, ik denk dat het leuke is bij Norris om te zien: oké, okay, die heeft ondertussen al wat tijd verloren. Mm -hmm. hè, zijn talent, uh, dat is er. Mm -hmm. Maar hoe, als je hem dan in een auto zet dat wel werkt, ja. dan zie je direct: van, oké, okay, die zou er zijn. En hij zou die mee moeten ontwikkeld hebben, want hij is de leidende man binnen dat team. Ja, ik weet. Het is moeilijk om te weten hè? binnen zo'n structuur. Okay. Ik weet niet hoe hard dat ze nog uh, allee, richtingen kiezen met piloten. Okay. Ik denk dat ze uitgaan van wat er in de windtunnel een stuk is en CFD. En wat de data zegt denk ik. Allee, ik denk ja. Dat moeilijk is, omdat er is eigenlijk geen testing. Is, dus piloten kunnen ook niet heel veel zeggen buiten ja. het simulatorwerk. Maar ja, hoe, hoe... Als, als een auto snel is, dan kan er nog gewerkt worden rondom een piloot om een auto meer ondersturend ja. te maken of ja, meer ja, ja, oversturen. Ja, ja, ja. Maar als de auto traag is, is die traag en dan willen we enkel maar sneller gaan. En dan zien we wel wat, er, wat ermee gebeurt qua balans. Ja. Lando heeft het, al, heeft het ook bewezen verleden jaar om met een heel slechte auto toch nog veel beter te zijn dan zijn teammaat. Ja. Dus het is wel een piloot die zich, die zich kan aanpassen aan omstandigheden ja. en aan auto's. Dus maakt het dan veel uit? Maar ik, ik denk het niet. Voor hem denk ik het niet. Goed nieuws voor Oscar Piastri wel. Want hij heeft deze keer de updates niet gehad, zal die wel hebben voor, uh, voor Silverstone. Ik denk dat Oscar Piastri zo de enige rookie is die wij niet echt evalueren. En ja, ik, dat... ben, ik ben van. Mag ja, ja, hey, je misschien zeggen? Dat we En maar, daarom? Maar, omdat, ja. omdat ik denk dat iedereen. Gewoon overtuigd is. Ja. Niet per se door de aanloop ernaar, die heel indrukwekkend was, de singlesitter, was... ongelooflijk, mm -hmm. maar gewoon die eerste races heeft hij direct laten zien dat hij die bij Norris zat ja. En iedereen is van, oké, okay, ja, goed, als jij nu een slechte race rijdt, dat kan gebeuren, mm -hmm. of als je de updates niet hebt, maar iedereen weet gewoon dat die gast gaat komen. Ja. En dat is, ja, is indrukwekkend ook, gewoon de rust dat hij heeft, de intelligentie, zelfs in interviews, gewoon zo de maturiteit. Ja. Dat zie je niet heel vaak, denk ik, bij rookies in hun eerste jaar bij... Allee, in Formule 1 is zoveel druk en zoveel verwachting en zoveel media. Ja, ja ik weet niet, ik, ik ben ook fan van de van die gast. Ja, er is inderdaad weinig te doen om Piastri, maar dat is misschien goed dat... Dat, dat je heeft hij niet... allemaal gehad, voordat hij ermee begon hè, natuurlijk. Hè. Ja. Ja. <laughs> met zijn genoosten. Ja, dat, uh, ja, ja, ja dat, dat is doorgemaakt. Dat inderdaad wel, maar, maar nu uh, kan dat tegen. hij in de Formule 1 zit, <laughs> uh, hij roept niet om zijn heen. Of, of, nee, er wel. komen niet snel nog lastigere lastiger nee, vrouwen dan, nee. uh, dan toen in die ja. periode denk ik. <laughs> Uh, goed, dan, dan Aston Martin, waar ik wel een beetje van geschrokken was, maar ja, goed, wie ben ik? Uh, want Fernando Alonso. Stijn. Ja, dat is, dat, dat is cool. Maar uh, dat Fernando die Alonso die had gezegd: Ik sta elke race vanaf nu op het podium. Goed, dat is pubtalk, daar, daar hebben we het al over ja. gehad. Maar hij had ook gezegd dat uh, Oostenrijk misschien wel een. Uh, of de Red Bull-ring, een circuit was waar die updates die erop zaten goed tot z'n recht zouden moeten komen. Dat is niet echt gebeurd. Dat is niet echt gebeurd, maar hij had toch wel P5. Wat zeker geen slechte positie is, nee. met al die penalties die er geweest zijn. Ik... Ja, ik kan dat nu wel zeggen, in de hoop dat, maar een circuit zoals uh, de Red Bull Ring is erop of eronder. We ja. zien het ook gelijk. En like, ja, de, de auto's die helemaal bovenin zijn, die helemaal terugvallen. Mm. Denk, Silverstone, dat gaat pas Speer de ja, dat, dat gaat echt wel de test zijn. Daar zijn jullie grote fan van, hè, van dat circuit. Ja, Dat heeft alles. Ja. Ja. Dat is ongelooflijk. Het spijtige aan het circuit is dat als je daar zit, het gevoel is dan niet fantastisch. Ik vind het niet. Ik vind het zoals Hockenheim: die piste, de layout is om op te rijden als piloot heel leuk. Maar de infrastructuur, de surrounding, gewoon, dat is, dat is raar om te zeggen. Dat is vlak. Voelt ja. heel vlak ja, aan. als je spa gewoon bent, dan. Als ja, je spa gewoon bent, natuurlijk. Wij zijn verwend met spa. Maar ja, ja. uh, fantastisch is door, door, door de bossen heen rijden en dat is gewoon mooi. Mm -hmm. Dat heb je in Silverstone niet, maar de baan is zo uitdagend. En je hebt er zoveel techniciteit in zitten. Je hebt. High speed, uh, direction changes, verandering van richting, low speed. Uh, er is een beetje elevation changes, hoogteverschillen, camber of camber. Het heeft alles. Hè? Ja. Ja. En in die zin is het een fantastische test voor 1 teams om te zien waar ze samen hun auto. in. Ja, thuisrace ook voor Aston Martin zal dus. Tijd uh... bij. Ja, want voor, voor ja, Aston, Aston Martin Aston. Is, het, is het gewoon weg. Het is, het is een auto die heel sterk is in mid- en high speed corners. Ja, ja Silverstone mm. is dat. Um, en dan iemand zoals Alonso achter het stuur, dat gaat echt smullen zijn. Ja, kijk, we zeiden daarnet dat het niet spannend was vooraan, maar we kijken nu al uit naar het gevecht tussen Ferrari en je, Aston Martin en McLaren. Ja, Allee, lacht. het is maandag. <laughs> het, is, het is een niet slapen. hè? Ja, ja, hebben een blue Monday, hè. gehad. gisteren. komen geste van die wolk. <laughs> dus, valt goed mee. Um, wie misschien ook wel van zijn wolk zal gedonderd zijn, is Carlos Sainz. Want volgens mij is hij nog teruggezet of heeft hij ja, nog een straf ja. na de wedstrijd gekregen? Ja. Straf. Twee plekken ja. verloren. En dan zijn we bij track limits. Track limits weer al. Ja, ik, ik heb het eigenlijk een beetje gehad na dit weekend met die track limits. <laughs> maar, maar goed, ja, ze moeten er zijn. Het is... Ja, want Formule 1-auto's die worden gebouwd op de duizendste van een millimeter, ik overdrijf. En dan zouden we gewoon op het circuit, gewoon een ander circuit maken. Ja, exact. Ik ga, ik ga even een paar centimeters eraf. Ik bedoel, was daar een muur, dan had je tegen de muur gereden. Mm. En, de, die discussie vind ik eigenlijk eerlijk gezegd onnodig. Mm -hmm. Het circuit is zo ontworpen, ja, yes. laten we er zo op rijden. En dan zien we echt wie dat de snelste is, de traagste is, en dan wordt er niet vals gespeeld mm -hmm. of wat dan ook. Ja. Je hebt het waarschijnlijk ook meegemaakt dit weekend. Het is gewoon frustrerend als je achter iemand rijdt. Die, die gewoon de tracklimits niet respecteert, want ja, ja, je kunt hem dan gewoon niet inhalen. Lijkt, het klinkt zo schoolmeesterig. Ja. En, en ik had dat om daar zo op te komen voor het feit van rij tussen de lijnen. Mm -hmm. maar dat is bij mij echt wel iets principieels. Racen is zo snel mogelijk gaan met die auto binnen dat circuit wat er mag. Ja. Dat is de kunst. Het wordt zoveel gemakkelijker wanneer je dat gaat misbruiken. Mm -hmm. En je gaat wat meer ruimte kiezen. Dan wordt die bocht anders. Ja. Je verandert letterlijk die bocht en de radius van die bocht. En dat, dat, dat maakt het zo oneerlijk. Omdat soms wordt er een straf gegeven, soms niet. Ja. Dus heel veel van de jongens die. Uw voeten er aan vegen, die komen er dan mee weg. Je wordt beloond voor iets te doen wat die sporttijd niet is. Ja. En dat vind ik, dat, dat is als rijder verschrikkelijk frustrerend, dat er inconsistentie ja. is op dat vlak. Dus ik ben super blij dat dat bij de Formule 1 dit weekend veel scherper was. En bij ons was het ook veel scherper. Voor ja. de eerste keer ja. uh, blijkbaar uh, sinds lange tijd, of sinds, sinds uh, wat het begin ervan is misschien. We waren super scherp, vijf track limits, de zesde was 30 seconden penalty. Ja. Top, Bedoel... hoe, hoe wordt dat dan gemeten? Vooral in de Formule 1 dan? Weet we dat 100? Het is een combinatie. Hè? Het is een combinatie van uh, judges of fact, Dus dat zijn echt mensen die naast het circuit zitten. Mm -hmm. Die met een verrekijker kijken of dat die over de lijn gaat, ja of nee. Er is uh, CCTV. Dus uh, de, echt <laughs> Zo, ja. de, een soort beveiligingscamera's op het circuit. En dan ook gewoon de live feed van, uh, van, uh, van, de, van de Formule 1. Yeah. En de combinatie daarvan zorgt ervoor dat al die ja, zaken genoteerd worden. Het waren er twaalf... 100, dus dat is 1200. gigantisch. Op een race van, uh, van wat was het? 71 rondjes. Ja, dat ja, is gewoon los erover. En vandaar ook dat dat zoveel L tijd heeft. Letterlijk genoemd. los erover. Dat was echt ja. los erover. Ja, dat ging wat, echt over de lijn. Wat, uh, wat Alex Alben na de wedstrijd zei, was dat het wel te lang duurde voor hij doorkreeg dat hij track limits uh, had uh, geschonden. Want um, ja. hij kreeg na 20 ronden de boodschap track limits. En hij dacht. Maar goed, na twintig ronden, dat valt mee. Dus hij gaat iets zuiniger rijden en niet over de track limits de volgende ronde? Hij krijgt toch opnieuw een tracklimit. Ja. Maar dat bleek dan uiteindelijk allemaal van het begin van de wedstrijd te zijn. Ja, Dan kan je niet meer reageren, want dan heb je eigenlijk. Oké, okay, maar sorry. Waar begint de fout? Ja. Van niet over de, de limits. Te rijden, waar, maar. Waarom komt er een melding binnen? je kan als piloot wel gaan zeuren dat het er laat komt, maar stopt hij zelf met erover te rijden en komt de melding niet? Hè? Ja, ja, maar als je dan denkt: van, oh, ik krijg hier geen melding meteen. Maar je krijgt geen melding, je ziet de lijnen toch? Dat zei je ook. Je moet er straks in deze, om te weten waar de lijnen van het circuit zijn, toch niet? De zichtbaarheid in die wagens, de huidige generatie, zou blijkbaar. Ja, maar goed, dat zijn misschien allemaal dus excuses. Ik, ik dan, zeg maar wat ziet, hij zegt. Dan dan. Nee, dan ik nee, nee, wel, ik weet het, het is niet uw schuld. Sten, <laughs> maar hey, maar ik, dat, ik kan er echt van zot worden. Ik bedoel, het begint toch bij jezelf. Ja. Rijd niet over die lijn en je hebt geen probleem. Ja. Het is redelijk simpel. Ja. Het gaat, gaat, gaat zelf verder. Wat in andere kampioenschappen kan je soms tot drie keer over de, de, de track limits uh, voorbij gaan en na de derde keer krijg je een warning. Mm -hmm. En de vierde keer is het een penalty. Mm -hmm. Dat hangt af van kampioenschap tot kampioenschap. Maar niet elke keer dat je over de lijn gaat, wordt het gemeld. Ja. Het is gewoon na drie keer: hey, ja. respecteer de tracklimits. Okay. De dus, ja. suggestie ja. van Logan Sargent was trouwens om een uh, grasstrook achter de curb te leggen. Dan zou niemand nog. Dus maar dat is dan misschien veel... gevaarlijk. Ze, ze praten over een, over een gravel trap nu in, op de Red Bull Ring. Mm. Het ging niet omdat dan de MotoGP daar ook zou ja, rijden. Ja, ja, maar ja, ja, die gravel trap: dan, wat gebeurt er? Die Formule 1 gaat daarin rijden, komen gravels op, <laughs> op de, parken, de piste. Ja. En dan gaat de volgende zeggen: Ja, maar ik ben off track geweest door de gravel die op het circuit zit. Ja. Dat is, het is een eindeloze loop. Uh, ja, ik vind dat ook. Bedoel, het is gewoon niet zo straightforward of gemakkelijk als het lijkt. Er komt veel bij kijken, niet in Formule 1 komt te rijden. Andere dagen van de week wordt het circuit meestal ook verhuurd, dat moet ook gaan. Ja. Ik bedoel, meer gravel, als je trackdays hebt met mensen die met hun Porsches of Ferraris komen rijden, die auto's gaan kapot gewoon. Ruiten, lichten, bumpers, mm -hmm. uh, die stenen, dat komt aan. Dus allee, er zijn veel factoren waar een circuit, ja. uh, dat moet uitgebouwd worden en dat moet geld opbrengen. Rekening moet houden, dus dat is niet zo gemakkelijk. Maar nogmaals, het begint gewoon met het respecteren van de regel, van niet over de lijn te gaan. En ik denk dat track monitoring, monitoring systems dan daarin ja. ergens oplossing moeten bieden. Daar moeten ze gewoon keivel op inzetten om te zien van hoe goed kunnen we dat monitoren. Ja. Hoe snel kan dat geëvalueerd worden en geclasseerd worden. En als ze dat verder uitbouwen, dan, allee, dan moet moeten niet aan het circuit iets gaan veranderen. In ja. die zin, hè? Maar er, er is wel een drivers meeting geweest <coughs> over aanpassingen van circuit. Ook Toto Wolf heeft zich uh, nu uitgelaten, denk ik, over, over eventuele aanpassingen. Oh goed. Ja, maar ik, ja, het vind, ik vind het uh, weer al, ik vind het flauw. Het is zoals Oroge en jongen bovenaan. Ik bedoel, dat ik is het tracé, respecteer het, gaat je erover. Dat brengt de ja. moeilijkheid. Ja. Ja. Ik bedoel, dat is elke ronde als je naar boven rijdt, is dat zo, up. Dat, is, dat, dat is op de limiet. <clears throat> dat maakt het natuurlijk ook zo leuk. Ja. Ik bedoel, daarom is het de mooiste bocht ter wereld, omdat het moeilijk is. Ja. Ik bedoel, als je daar een meter bij plakt dat je kunt pakken. Oh, dan verandert dat in bocht en is dat dus niet meer zo aantrekkelijk. En zeker op de redboering, want de redboering, wat er eigenlijk gebeurde, was het niet respecteren van de bocht aan de binnenkant. Dus daar sneden ze te veel af. Om... Niet aan de buitenkant. De auto ja. tikt op grond, dus oncontroleerbaar. En dan, dan vliegen ze eigenlijk naar letterlijk naar nee, buiten over de limiet. Ja. Dus weer al, het toont aan, wees netjes bij het inkomen van de bocht en de exit van de bocht, die gaat, die gaat, die gaat goed zijn. Ja. Ja. En dat is stuurmanskunst, ja. ja. Goed, over um, Mercedes moeten we het ook nog hebben. Want ja, uh, hm. veel minder weekend dan ze de laatste tijd aan het doen waren. Een paar keer op podium. En nu 7 en 8. En Hamilton die lang aan het klagen was. Ja, ik. ik, ik allez, um, het, het erge is eigenlijk een beetje de constatatie dat het weer um, moeilijk in te schatten is in welke window de wagen moest zitten daar. Eh, dat ze. Dat iets waar ze dit jaar veel beter in waren geworden, herkennen waar die moet in, wat die window is, ja. en die auto er naartoe kunnen duwen. Wat ze vorig jaar absoluut niet wisten. Hè? Dat kwam, soms zat hem in de window, soms niet. En ja. maar ze wisten niet waarom. Dat, dat weten ze veel beter. En dat was dit weekend zo weer een beetje, denk ik, ook waarom dat Hamilton er fel op reageert. Van, come on jongens, hoe kan het zijn dat we dat hey. we het idee van die window eigenlijk weer niet, niet hebben. En... Heb, je, heb je het dan over afstelling van de wagen? Voor, voor mensen die. Ja, ja dus de, een, een, je kan één een, een afstelling hebben en die bij manier van spreken overal gaat werken. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat de auto reageert op één graad verschil van de piste en dan rijdt hij niet meer. Ik overdrijf het. Ja, ja. Dus dat is echt die window, daarin werkt die goed. Ja. Sommige auto's hebben een grote window, andere mm. hebben een hele kleine window. Mm. Maar weten waar dat die window is, is niet Cruu altijd eenvoudig. Nee, en, ja, en dat is, dat is dus, cruciaal ja. om het potentieel te gebruiken van die wagen. Hè. En dat ja. is... Die Mercedes is vanuit de basis niet fantastisch. Waardoor dat window plots veel kleiner wordt. Ja. Je hebt eigenlijk niet veel opties. Hè? Er, is... er zijn bepaalde omstandigheden waarin dat die toch goed presteert, maar dan moet het, circuit ervoor... het juiste circuit zijn, de juiste temperatuur, is het droog, is het nat. En ja, er zijn eigenlijk te veel kansen dat het niet werkt. Mm -hmm. En daarom is het lastig natuurlijk om een slechte basis te hebben als auto. Red Bull kan zich voorloven, die window is breder, die zal in de meeste omstandigheden goed werken. Ja. Dat is veel gemakkelijker. Hè? En ze hebben maar misschien één vrije training nodig om dat te vinden en dan in een sprintweekend zoals dit. Ja. Voilà. En, da en daar een, ligt een, eigenlijk uh... het probleem bij Mercedes. Ja. Er wordt een keuze gemaakt van dit wordt de setup. Ja. Mm -hmm. Er is maar één keer getest in FP1 ja. en dat zit. Ja. En dan ja. worden, wordt dat zwaar afgestraft. Ze ja, worden heel zwaar afgestraft, door eigenlijk uw eigen auto niet goed genoeg te kennen. Ja. Ja, mm. En dat die niet goed genoeg is in, in, in de basis. Mm -hmm. Oké, okay, ja, misschien dat ze dat uh, in, in Silverstone wel weer zullen vinden. Ik denk, denk automatisch dat ze daar beter gaan presteren. Ik denk dat gewoon... Nou, nog een ploeg die er dan bij komt voor Silverstone, dus dat, dat wordt wel wat daar. Zullen we ja. zo kijken, zou ik zeggen. <laughs> ja, ter plekke gaan. Ja, dat, dat gaan we nog regelen met, uh, met onze Las taas. Vegas, ja, Las Vegas, hè? Mocht Mocht Las Vegas met heel de ploeg gaan? Dat is een gezicht hier. De onderhandelingen lopen nog, denk ik. <laughs> wat ik wel frappant vond deze keer... Was dat tot de wolf echt geïrriteerd was? Ja. En dat is denk ik wel een van de eerste keren wat we het publiekelijk horen: van oké, okay, uh, Louis, we weten dat de auto slecht is, gewoon rijden. Ja. En Stop met zagen. Stop met zagen, echt, da, da, daar kwam het op neer. En ja. dat hadden we eigenlijk tot nu toe maar, nog niet meegemaakt. Hoe komt dat? Ik bedoel, wat is de bron daarvan? We weten dat ze in onderhandeling zijn over dat contract van Louis Hamilton dat, mm -hmm. dat nog niet rond is. Mm -hmm. Ik vind het opvallend dat Toto Wolf zo reageert. Dat heeft ja. inderdaad nog nooit gedaan. Om, en dat geeft misschien wel ergens inzicht in wat die onderhandelingen aan het lopen zijn. Ik vond dat je daar het gevoel kreeg van oké, okay, Louis, je bent niet groter dan het team of zo. Dat, ja. dat, dat, dat soort Terwijl reacties. ervoor pamperde ja, Wolf ja. en van. Ja. Sorry, wij hebben nu een slechte auto gegeven, daar kun jij niet aan doen. Ja. Wat ook zo is. Vorig jaar was dat zo, Lewis Hamilton. Is een fantastische piloot, is een van de grootste. Dat blijft, hè? Ja. Die jongen is niet plots Uiteraard in kwijt, niet. Uiteraard niet. Zit hij in een talent kwijt. Hij zit daar in Red Bull en die rijdt op een tiende van Verstappen. Daar ben ik 100% zeker van. Maar hij zit nu in die situatie. En ja, ik bedoel, ik snap vanuit zijn positie: dat is gewoon heel frustrerend. Het is een winnaar. Mm -hmm. Op zich is dus een commentaar, een kritiek, is een uiting van zijn ambitie. Ja. Daar vind ik niet dat er iets mis mee is. Natuurlijk, als je dat tien keer doet, is dat voor een team ook lastig. Want... Zeker tijdens de race. Je kunt ja. er ook niks meer aan doen, er kan niks gewijzigd worden. Nee. Dus stop ermee, cope with it, zoals ze zeggen in het Engels, mm -hmm. en rijden. En uiteindelijk, zijn, zijn, zijn teammaat, Russell, start achter hem en eindigt uiteindelijk voor hem. Ja. Dat zegt alles. Ja, dan, ik bedoel, dan, dan zitten alle kaarten bij Toto. Mm -hmm. Simpelweg. We zijn bijna door de top 10. Uh, Landstroll. Opnieuw achter Fernando Alonso. Dat is geen al te grote verrassing, denk ik. Um, een punt voor Alpine. Alpine komt uh, niet echt goed voor de dag. Toch zeker niet in Oostenrijk. Ja, Alpine is echt wel zo'n jojo-team, vind ik. Ja, ik vind en, dat ook. het ook. Het is op en neer. En hun sterke kracht is ook wel de snelle bocht en de, en de, en de mid-speed corners. Mm -hmm. ja, die zijn er niet echt in. Uh, in uh, in, in Oostenrijk, ook hè, de, de hoog naar beneden en boven en ja. die hoogteverschillen, dat helpt niet altijd voor uh, als uw vloer niet fantastisch werkt. Ja. Maar ja, goed, echt waar, ik, ik blijf het zeggen, dat is echt een team van één extreem naar het andere. Ja. Ik, dus ik... Hebben nu wel, ze hebben ja. nu wel nieuwe investeerders, hè? Ja, ja. ja wat vind jij daarvan? Want wij hebben het er al over gehad. Ryan maar... Reynolds ja. en uh, zijn kompaan die naam. Ontgaat. Michael nee. B. Jordan en McElhenny. ja, ah, ja. Het zijn met drie acteurs. Goh, uh, wat vind ik daarvan? Ik denk dat dat, ik denk dat dat positief is voor de sport. Mm -hmm. dat, 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 vind ik, dat is voor mij het belangrijkste, dat die sport uh, positief gepromoot wordt. Dus daar moeten wij blij mee zijn. Ja. En daarnaast denk ik dat Ryan Reynolds wel een uh, geloofwaardige kerel is die het meent. Ja. Die betrokken zal zijn. En in die zin is hij, is hij geen uh, stille investeerder. Uh, en dat vind ik wel goed. Nee, ik vind dat ja. een rare keuze om het bij dat team te doen, moet ik zeggen. Ja. Um, allee, wie wil er met Fransman aan werken? Maar goed. <laughs> uh, Oeps. <Okay. laughs> ja. um, ik noteer. <laughs> yeah. um, nee, maar dat, dat vind ik wel raar, omdat ik vind dat ook zo'n team. En je ja. krijgt daar geen grip op, dat team. Dat, dat, dat is zo... Ik vind dat... Dat zweeft ergens rond. Maar ik kan dat nooit in een kader zitten. Nee. Of tenminste een gigantisch grote constructeur die erachter zit. Ja. En, dan, en dan toch privégeld uh, nodig hebben om dat, om dat project. Om, om de aansluiting bij de top te vinden, zelfs, zei Laurent Rossi. Alsof dat dit nu het, het, het grote verschil gaat maken. Ja, maar de, 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 het probleem bij, bij Renault/Alpine. Het wordt in twee opgespitst. Je hebt de motoren en de chassis. Ja. En chassis, dat is dan Alpine. Mm. En dat is het raceteam aan zich. Mm. Ja, daar kan eigenlijk geld mee verdiend worden. door gewoon te zeggen: we maken iets en we verkopen het. Ja. En dat is denk ik wel stilletjes aan de bedoeling. Want ja. hoe lang zijn ze nu al bezig met dat project sinds dat ze Lotus hebben overgenomen? Ja. Jaren. En daar komt eigenlijk niks goeds uit. Nee. Nee. Dus ja, de board. zeker met de economische crisis en dat geld heel veel kost. Want ja, interesse gaat naar boven. En die willen dat geld niet meer gaan investeren in iets dat niks opbrengt. Mm -hmm. Waarom? Ja, ja, inderdaad. Zo is het. Maar en, en ze zouden ook wel met de Amerikaanse investeerders meer uh, willen gebruikmaken van uh, de media-kwaliteiten van Ryan Reynolds. En, en... Maar is het niet gewoon dat? Allee, ik bedoel, ja, dat is dat is, als het Correct. dat is, vind ik een slimme reden. Ja, ja, zeker. Dat niet. vind ik het de rechte reden. Oh, allee, ik denk niet dat ze dat geld per se bij hen hadden moeten zoeken als het puur ging om geld aan investeerders. Mm -hmm. Ik denk dat het heel slim is om in een moment... dat Formula 1 in Amerika belangrijker ja. wordt. Als Vegas komt erbij en zo om dan ambassadeurs te hebben van Amerika, dat, dat vind ik heel slim ja. um, om contacten te hebben. Dus. en ook de mediabedrijven die zij al in hun portefeuille ja. hebben, die inzetten om ja. Alpine groter te maken dan het. Dan het ze, zijn, allee, ze, ze vinden zelf geen manier om sexy te zijn, hè? Mm -hmm. dus dan moeten hier aankopen of aantrekken die dat wel kennen. En dan hebben we het wel met Ryan Reynolds, denk ik, een heel goede partij gevonden die dat kan. Goed, ik heb. Uh, de top 10 gehad, zijn er nog verhalen die jullie zijn opgevallen? Yuki Tsunoda, mm -hmm. Die uh, ik noemde dat altijd een PlayStation start had. Dus die <laughs> dacht van ik ga even langs de zijkant en ik haal wel iedereen in. Dus ja, die, die lukt de, die ik op Restart. Voilà, <laughs> ja. um, ja vind ik wel spijtig want het ziet er wel naar uit dat die die, die, die net iets beter wordt met, uh, met de week ja maar hij uh, ja, heeft het eigenlijk compleet verpest uh, spijtig spijtig want hij weet dat hij iemand heeft aangetikt om dan de volgende bocht ja. weer al een ik noem het dan weer al een PlayStation bocht te nemen ja. Ja. En gewoon lekker in de gravel gaan eindigen ja dat is spijtig wel dat is wel heel spijtig want ik vind wel dat hij al een goed seizoen bezig is zeker ja. in een auto die Duidelijk, absoluut niet makkelijk is en heel vaak niet competitief genoeg om echt mee te kunnen, vind ik dat in een jaar waarin verwacht wordt dat hij de leider is, ja. doet hij het wel, vind ik, tot nu toe goed. Terwijl, Terwijl had iedereen Nick de Vries eigenlijk de leider zou moeten geweest zijn. Ja, en... iedereen had dat verwacht, want Nick heeft toch maar... wel veel meer raceervaring. Ja, is een... zijn raceervaring is en... veel langer geweest. Veel, veel langer. Ja. Dus iedereen had wel verwacht: van, oké, okay, goed resultaat in Monza, die man heeft wel ja. heel veel ervaring. Mm. Hij zou toch wel eens een keer Yuki uh, in, in een hoek kunnen duwen waar dat uh, Yuki niet wil eindigen. Ja. En Het is compleet het omgekeerde. Dat vind ik knap. Dat vind ik ja. echt wel knap. Want zo'n seizoen beginnen voor tsunoda is niet gemakkelijk. Als je al bijna zo op voorhand uh, beoordeeld wordt van, ja, jij gaat zeker niet de leider zijn. Ja. Om dan de mentale weerbaarheid te hebben. Dat, dat toont toch wel dat je dat in nu hebt om dat te kunnen. Het was iemand heel jong, die zijn, die zijn, die zijn, die zijn carrière niet zo snel gegaan. Ja. Er is eigenlijk geen tijd gegeven om hem te ontwikkelen als persoon. Dus ja. je moet hem ergens al wat credits voor geven. En langs de andere kant, de vries is, is dramatisch slecht, zou ik bijna durven zeggen. Um, ja, het, is, het lukt hem niet. Het lukt hem niet. En het lukt is erg niet. om te zien: de gast kan rijden. Hij is snel, hè, maar het komt er niet uit. Nee, nee, nee nee. inderdaad. Maar die zou het wel graag hebben zien gebeuren dat hij een keer voor uh, voor is geëindigd. Ja. ja, maar ik denk het niet gaat tegenhouden dat hem vervangen wordt. Nee, nee, nee. En dan hebben we natuurlijk nog altijd Hulkenberg, uh, die eigenlijk voor mij een heel mooi weekend was. Fantastisch. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk de uh, finish. finish ja, ja. Ja, ja, ja. ja, toch wel een knap weekend. Heel knap weekend. En voor iemand die eigenlijk afgeschreven was, ja, Maar dat is ook zo'n beetje het verhaal van Haas. Uh, in de kwalificaties wel al een paar uitschieters. Maar dan als het op punten aankomt. Het loopt eigenlijk een beetje gelijk met Ferrari. Hè? Ferrari heeft ook een uitschieter in de qualifying ja, ja. zijnde van. Hier kan een goede tijd eruit gehaald worden, heel kort op de Red Bulls. En ja, het is gewoon een offset met, met Haas die dan iets meer onderin bengelt. Maar alle twee hebben ook een hele grote degradatie tijdens ja, de race. Letterlijk, hè? ik bedoel, die band, ze, ze kunnen die band heel snel opwarmen. Ja. Is een voordeel in kwaliteit, is een aandeel in de race, want je gebruikt meer band, meer rubber. Ja. Ja, dat is inderdaad zo dat Haas in hetzelfde een beetje ziek is als Ferrari in die zin. Hè? Oké, okay, mannen, onze tijd zit erop. Ik ga jullie bedanken om hier te zijn. Um, volgende week de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Dat is om iets, iets om naar uit te kijken, denk ik. Ik kijk ik zeker naar uit. Oh, het is machtig om dat te kijken, dus dan. absoluut. Oké, okay, goed. Merci om hier te zijn. En uh, u thuis bedankt om te kijken en of te luisteren. Volgende week dus de Grote Prijs van Groot-Brittannië te zien op PlaySports. Dan is Dennis terug van Werchter en hopelijk bekomen. Goed, tot de volgende keer.